burgers en frietjes, alsjeblieft. We hadden avocado toast en shakes besteld. Oh, oeps, sorry. Echt wel. Chick, je bent de mixmeester. Bedankt. Zie je wel? Je kunt iets. Get up and dance? Shades? Of wellicht fix my crown? Oh, kijk. Ze hebben balls. And like my sisters do. Ik weet niet welke ik moet kiezen. Ik ook niet. Maar ik ga niet weg tot we het perfecte liedje kiezen. Dan ik ook niet. Wow, Trendsetter is hier. Al mijn vrienden en ik zijn gek op jouw video's. We waren zo'n fan van jouw Ver Vermeer schildering met nagellak uitdaging. Ja, dat was een goeie. Maar nu probeer ik een nieuwe trend te bedenken. Oeh, klinkt leuk. Kunnen wij helpen? Tuurlijk, ik neem alle ideeën die ik kan krijgen. Hey. Wat dacht je van een extreme verbouwtrend? Je neemt de meubels in het House of Surprises en stapelt ze op één grote stapel. Oké, gelukt. Ja, mijn nieuwe trend. We noemen het 12 meter meubels. Trendsetter, de toren is een beetje... Oh, wankel. Oeps. De vloer is lava. Het is die uitdaging waar je probeert een hele kamer door te gaan zonder de vloer aan te raken. En ik doe het met beide handen op mijn rug gebonden. Dat is trendtastisch. Het lijkt erop dat je onder de lava zit. Ja, inderdaad. En om de een of andere reden denk ik dat gezichtplanten op de keukenvloer geen trend wordt. Het is officieel. Ik ben echt mijn trendsetting mojo kwijt. Echt niet, meid. Je moet gewoon geïnspireerd worden. Ik weet het niet, Royal Bee. Ik heb het de hele dag geprobeerd en ik kan niks bedenken. Dat was geweldig! Hey! Daar gaan we. Zusjesdag? Zusjesdag? Ja, we blenden het een maand geleden, weet je nog? We gaan verstoppertje spelen op zoek naar schoenen. En bungee jumpen in baljurken. Bungee in baljurken? Klinkt geweldig. Maar onze jurken zijn bij de stomerij. Over dat klimmen. En dan kunnen we een modeshow houden op de top van de berg. Geniet van zusjesdag, jullie twee. En vergeet niet, helmen bij die baljurken. Oeh, ik zet er tiara's op. Klaar om de berg op te gaan, Alicia? Ja, natuurlijk. Kan niet wachten. Maar, we moeten 15 minuten op de bank zitten.
bank zitten is de nieuwe Pilates. Weet je zeker dat je zusjesdag wilt doen? Je bent toch niet moe of zo, hè? Wat? Ik moe? Nee. Trouwens, we hebben altijd zoveel plezier samen. Weet je nog toen we dat enorme kussenfort bouwden? Zeker. Het enige kussenfort ter wereld met een lift. Dionysius, dat broodje is oké. Maar je verdient echt iets geweldigs, omdat je zo geweldig bent. Ik help je. Ik weet dat je van wortelen houdt en ahornsiroop en guacamole. Plus popcorn. Geel is je lievelingskleur, dus bananen. Dat is toe. Huh? Prism! Wat zeg je? De Prism is hier? Oh, ik weet dat het is vanwege het Queen's Gala. Ik wou dat wij naar het gala konden. Maar alleen de meest getalenteerde artiesten worden uitgenodigd. Wie zegt dat we dat niet zijn? We kunnen op die gastenlijst komen. We hebben Queen Skills. Vooral Queen Bee. Kijk eens! Nu allemaal proberen. Geweldig! Maar het zou er nog cooler uitzien als we nieuwe danspasjes hadden. Oké, we hebben nog wat werk. Wat is dat? Kijk hier eens naar. Queen's Pose. Kom op. Hey, dit is best leuk. Spreek voor jezelf. Hoe moet ik dit ding stoppen? Je hebt het gestopt. Oh, 1. Mijn outfit rockt. 2. Mijn lipstick klopt. 3. Mijn haar zit top. Iedereen die weet de beat die dropt. Doe maar mee, dit is onze groove. Handen omhoog, laat maar zien die move. Links naar rechts, geeft een echte show. Deze crew heeft zoveel flow. Ja. Te gek! Jullie meiden zijn geweldig! Jullie horen op het Queen's Gala. Yes! Yes! Wauw, ze zijn voor Splash Beauty. Haar fans houden echt van haar. Oeh, goodie bags. Wat zit erin? Girl. Het is een verrassing. Wil je het zeggen als ik het raad? Misschien een miniatuurpony? Maar dan echt heel mini. Hey, bloemen. Die zijn vast voor mijn verjaardag. Van je grootste fan. Wauw, ik heb fans. Dat is zo cool. Fijne verjaardag voor Diva. Huh? Oeh, je was mijn taart aan het maken, of niet soms? Mag ik hem zien? Mag het? Mag het? Nope, je moet wachten tot het feest. Wauw, een verjaardagsbibi zijn vraagt wel heel erg veel geduld, zeg. Maar het is het waard. Ja, ik ben een verjaardagsqueen. Yeah. En ik weet dat je zult willen zingen voor alle gasten. Net zoals ik altijd doe voor mijn verjaardagsfeestjes. Dus, ik heb een liedje uitgezocht. Nou, ik zat eigenlijk aan iets anders te denken voor mijn feestje. Zoals dansen. De freeze dance. Ik wil dat iedereen het probeert. De freeze dance? Maar zou je niet liever zingen? Maar dat is meer jouw ding, zus. Ik wil dat de freeze dance mijn verjaardagsding wordt. En nu bewegen op de beat. Wanneer de muziek stopt, doe je de freeze. Tijd voor mijn ontspannende verjaarsbubbelbad. Wat? In de badkamer? Dat kan niet. Maar het is mijn verjaardag. En waar moet ik anders in bad gaan? Beste verjaardag ooit. Dank je, zus. Por todo el barrio en la calle bailamos y no nunca paramos. Y nos sentimos bien. ¡Rema! ¡Rema! Oops. Oh,
Yo, queens. Bedankt dat jullie langs wilden komen. Ik ben zo hyped over deze kans. Maar natuurlijk. Het genoegen is geheel aan ons. Ik zal jullie het huis laten zien. Jullie zullen hier graag verblijven. Jullie gaan dit nooit geloven. Grand Queen, Charm Queen, Study Queen en Mystery Queen waren hier net. Echt waar? Ja. En toen zei Royal Bee dat ze een rondleiding van het huis zou geven. Ze zei dat ze hier graag zouden verblijven. Wat bedoelt ze daarmee? Verblijven? Queen Bee, heeft je grote zus daar iets over gezegd? Nee, maar ze heeft het zo druk de laatste tijd. We hebben elkaar amper gezien. Hey, ik hoorde haar laatst aan de telefoon. Ze zei dat ze naar New Fab City zou gaan om muziek te maken. Voor echt een heel jaar. Wow, dat is echt lang. Ja, en als ze zo lang weg zou gaan, zou er zeker iemand op het huis moeten letten. Denk je dat? Maar mijn zus zou toch nooit zo lang weggaan zonder het me te vertellen? Ik ga haar bellen. Hey zus, ik bel later terug, oké? Ik moet nu even wat belangrijke dingen regelen. Maar ik wil je vragen of... Kijk dit dak nou. Het uitzicht, de frisse lucht. Dit elke dag zien blijft bijzonder. Jullie zullen hier echt graag verblijven. Je weggaat. Dus ze gaat echt weg naar New Fab City. En die queens letten op het huis terwijl ze weg is. En ze heeft het me niet eens verteld. Ik ga haar heel erg missen. Hey, als er niemand op het huis kan letten, kan ze niet weg, toch? Willen jullie Spookhuis Vibes? Jullie hebben de juiste Bibi gevraagd. Kom eens! Ja, als die queens denken dat er hier een spook is, zullen ze echt niet op het huis willen passen. Oké, tijd voor een generale repetitie. Als ze binnenkomen, laten we het lijken alsof deze banken kunnen zweven. MC Swag, Diva, doe je ding! Hey, Lil Kitty, kom maar af! Wat? Oeh, ik herinner me net iets. Ik heb een, ding. Vaarwel! Kan iemand me vertellen wat er hier aan de hand is? Dit was allemaal mijn idee. Ik hoorde je met die queens praten over dat ze op het huis gaan passen. Zodat je die baan in New Fab City kan aannemen. En ik draaide wat door omdat ik niet wil dat je weggaat. Wow, wow, wow. Rustig aan, zus. Op het huis passen? Maar ik ga helemaal niet weg. Wacht, echt waar? Echt waar. Die baan heb ik afgewezen. Zo lang zou ik je niet alleen laten. Maar hoe zit het dan met die queens? Waarom zei je dat ze hier graag zouden verblijven? Jullie hebben dit helemaal verkeerd begrepen. Ze zijn hier gewoon om het House of Surprises te bekijken. Ze willen het volgende Queensgala hier houden. En dan verblijven ze hier de hele tijd. Echt waar? Het gala? Geweldig! Dat is het beste nieuws ooit! Ik zal hier altijd voor je zijn, zusje. Daar hoef je je nooit zorgen over te maken. En het spijt me dat ik de laatste tijd niet veel tijd voor je heb gehad. We houden binnenkort een zussendag. Geef me een knuffel allemaal. Maar ik ga niet je rommel opruimen, dus aan de slag. Deze Earth Day echt volledig gerokt. Moet je kijken, deze palmbomen zullen er altijd zo mooi uitzien. Dag en nacht. Ik heb solarverlichting geïnstalleerd. Zijn ze niet groovy? Zeker weten. Weet je, ik ben echt onder de indruk van jullie twee. Jullie hadden een grote visie en jullie hebben het waargemaakt. We hadden het niet kunnen doen zonder jullie. Ik hou ervan als queens groen gaan.